In Heegoudermee neem ik u mee terug naar de langst bestaande horecazaak van Tilburg, namelijk Boerkemutsers in het Zand. En op deze plattegrond, precies in het middelpunt gelegen. Overigens ligt Boerkemutsers ook precies in het midden van de stad Tilburg. Al in 1644 stond hier een boerderij van de familie Mutsaars, gelegen aan de oude handelsroute tussen Tilburg en Breda. Reizigers konden hier toen al rusten, eten en drinken. En hetzelfde gold voor de paarden, vandaar ook dat het een uitspanning werd genoemd. Honderden jaren lag de herberg afgelegen in een bos- en heidegebied, ver van de bebouwde kom van de stad. Je kon er bijvoorbeeld via de Delmerweg komen, een zijweg van de Bredaseweg. Vanaf 1863 moest je wel goed opletten. Je moest namelijk rekening gaan houden met de treinen over het nieuw aangelegde spoorwegtraject van Tilburg naar Breda, vice versa. Een foto uit de 50e jaren van de vorige eeuw. Het jongetje loopt over de Delmerweg en na het passeren van de spoorwegovergang ligt links Boerkemutsers. Deze foto, ook uit de 50e jaren, is gemaakt in omgekeerde richting. Je kijkt hier dus op de Delmerweg. Naar het laatste stukje Delmerweg zult u tevergeefs zoeken. Hier staan nu flatgebouwen en woningen. Zoals de naam al zegt, was het ook veel jaren een boerenbedrijf. In 1926 werd de boerderij verbouwd tot café en achter het café was een speeltuin en voor en achter een terras. Pas in 1947 werd het café voorzien van elektriciteit en in 1959 van waterleiding. Deze foto is ook gemaakt in de 50e jaren. Op de achtergrond zien we de in aanbouw zijnde Westermarkt in de nieuwe woonwijk Het Zand. Talloze verenigingen waren er thuis bij Boerkemutsers. Onder andere de nog bestaande handboogvereniging De Vriendschap. En ook de hondenclub van de Tilburgse politie trainde er. De voetbalclub Neerlandia speelde hun wedstrijden op een veld achter het café. En de jagers pronkten er met hun vangst. Ook de carnavalsvereniging De Tunnelplekkers hossen en feesten hier bij Boerkemutsers al meer dan 50 jaar. En laten we zeker niet de duizenden bruidsparen vergeten die hier een huwelijksfeest vierden en nog steeds vieren. In de tweede helft van de 50e jaren ondergaat de omgeving van Boerkemutsers een ware metamorfose. Weilanden worden volgebouwd met woningen, winkels en flatgebouwen. Eind jaren 70 wordt er nog uitgebreid met een aanbouw aan de achterzijde. We gaan even terug naar de Tweede Wereldoorlog en wel naar maandag 4 september 1944. De spoorlijn Breda-Tilburg loopt voorlangs Boerkemutsers. En regelmatig passeren er minutietreinen. Zo ook in de nacht van maandag 4 september op dinsdag 5 september 1944. Twee mannen kloppen 's avonds aan bij Boerkemutsers. Met het verzoek of ze hun fietsen in de schuur mogen stallen. En Boerkemutsers vermoedt wat de mannen gaan doen, maar geeft toch toestemming. Ad Goossens uit Hogeloon en Toon Groene uit Steensel zijn per fiets die middag uit Eindhoven vertrokken naar Tilburg. Hun plan is om de spoorlijn te vernielen op het moment dat de munitietrein langskomt. En ze lopen zo'n 500 meter langs de spoorlijn richting Breda en plaatsen daar een explosief aan de rails. Het lange wachten is begonnen en de trein komt niet om 21.30 uur, maar pas tegen 1:30 s'nachts aan. Ad drukt op de knop en de trein ontspoort en beide mannen vluchten, niet nadat Toon Groene nog wat Duitse soldaten heeft beschoten, naar Boerkemutsers. En daar is de hele familie Mutsers nog wakker. Enkele ruiten zijn kapotgeklapt door de explosie. Ze brengen de nacht verder door in een schuur en op het eind van de spertijd, en dat is 6 uur 's ochtends,
fietsen ze ieder voor zich terug. Al in 1961 stond in de krant te lezen dat Boekemutsers vanwege de stadsuitbreiding het zand moest verdwijnen. En 60 jaar later maakt vastgoedbedrijf Magis melding van de aankoop van Boekemutsers. Er moeten woningen gebouwd worden en het NS-station moet worden uitgebreid. Maar anno 2022 staat Boekemutsers er nog steeds en kunnen de gasten voorlopig nog jaren genieten van de Brabantse gastvrijheid en de culinaire genoegens van deze oer-Tilburgse horecagelegenheid. Dames en heren, ik heb de laatste tijd zo'n 55 filmpjes over Tilburg gemaakt, waarvan deze over Boekemutsers er één van is. En mocht u ook mijn andere filmpjes willen zien, bezoek dan eens mijn website www.bijonsintilburg.nl of bezoek mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende keer!